De veroordeling van de Vlaamse activist en ex-parlementariër Dries van Langenhove veroorzaakte een mondiale discussie over het politieke debat en fundamentele burgerrechten. Voor de komende 10 jaar wordt hem het recht om politiek actief te zijn ontnomen vanwege schending van de racisme- en discriminatiewet. Did you see about that Flemish guy who's a part of the government who's just got sentenced to 1 year in jail for sharing racist memes in a private chat? Vind je zijn veroordelingsrecht? Ik weet niet. Ik denk 1 jaar gevangenisstraf daarvoor en nog eens een €16.000 boete. Ik weet niet. Ik denk dat iedereen wel eens zo'n memes maakt. Ja. Dus ik weet niet. Ik denk dat daar wel een beetje te veel is, ja. This is Dries van Langenhove. Dries has just been sentenced to 1 year in prison in addition to some hefty fines. Als we zo verder redeneren, dan kunnen rechters, die hebben een heel ruime interpretatiemarge om iets te kwalificeren als racisme, geweld enzovoort. Die kunnen dan heel veel mensen beginnen veroordelen en die mensen dan allemaal uit hun politieke rechten ontzetten, waardoor je eigenlijk de democratie ontwricht. Hè? De democratie eigenlijk gaat vervalsen door mensen die ja, een boekje te buiten gaan, misschien op het vlak van meningsuiting, om die dus eigenlijk uit de politiek te gaan weren. Ja, inmiddels bekend over de hele wereld. Vanuit België vanavond live bij ons voor het eerst aan tafel. Dries van Langenhove, welkom. Ja, je vonnis heeft tot een hoop commotie geleid. Hoe heb je dat ervaren? Wel, ik ben natuurlijk wel blij dat er eindelijk wat aandacht komt, internationaal zelfs, hè, van Joe Rogan, Elon Musk, Eva Vlaardingerbroek, Steven Crowder en vele anderen. Omdat het wel druk zit natuurlijk op het Belgische regime, dat mij hier op een heel onrechtvaardige manier als politieke dissident letterlijk naar de gevangenis stuurt. En in de inleiding werd het al gezegd, het gaat hier over memes, humor dus. Maar niet alleen humor van mezelf, nee, humor van andere mensen. Dus men stuurt mij hier naar de gevangenis voor humor die andere mensen hebben gepost in een privégesprek 7 jaar geleden. Dat is wel heel straf en heel onrechtvaardig. En als er hier niet genoeg aandacht naartoe gaat, als we hier niet ons heel boos over maken, dan vrees ik dat ik de eerste zal zijn van velen. Ja, je zei net al Elon Musk inderdaad. Hij heeft hier ook zelfs wat over gepost op X. Dan gaan we nog even op de feiten in. Want het vonnis was 1 jaar celstraf, €16.000 boete en 10 jaar ontzegging van bepaalde burgerrechten, zoals inderdaad politiek bedrijven. Welk onderdeel van dit vonnis heeft je het hardst geraakt? Goh, ze wegen natuurlijk allemaal heel zwaar door, hè. De primaire methode natuurlijk om politieke dissidentie de kop in te drukken is financieel. En vooral dan de dag van vandaag via lawfare noem ik dat. Dat is ja, het inzetten van rechtszaken als een soort van financieel wapen. Want je hebt natuurlijk de boete van €16.000, komt nog eens €10.000 schadevergoeding en nog een andere boete van €8.000 bij. Dat zijn €10.000. Maar dat is maar een heel klein deeltje ervan. Want daar komen ook nog eens de gerechtskosten bij en dan de advocatenkosten waar ik intussen na 7 jaar procederen al bijna een huis mee had kunnen kopen. Dus dat is heel zwaar omdragen. Dat is de eerste en primaire methode waarmee men ja, politieke dissidenten het leven zuur wil maken. En als dat niet lukt, dan zie je dat men overgaat tot bijvoorbeeld het afnemen van de burgerrechten. Daarmee zegt men eigenlijk dat ik 10 jaar lang geen deel mag nemen aan het politieke leven in België. Ik mag me niet meer verkiesbaar stellen, ik mag niet meer kiezen. Ja, dat is natuurlijk een heel zware straf. En als dat geen belletje doet rinkelen, dat het hier echt gaat om een politiek proces, ja, dan denk ik dat niets de mensen nog zal wakker. Ja, een politiek proces zeg je dus. Dus houdt het ook in dat jij van mening bent dat jij inhoudelijk wat betreft deze beschuldigingen onschuldig bent? Ja, uiteraard. Ik heb absoluut niets verkeerd gezegd of gedaan, voor alle duidelijkheid. Het gaat hier om humor. En niet eens om mijn eigen humor, maar humor die andere mensen hebben gepost in een chatgroep. En de rechter argumenteert dan dat die humor, dat zou vallen onder haatspraak, wat ik ook absoluut betwist. Donkere humor wil niet automatisch zeggen dat je daarmee haat verspreidt. Maar men labelt dat dus als hate speech. En dan zegt men dat ik zelf te weinig heb gedaan om anderen ervan te weerhouden dat zij die haatdragende memes zouden hebben kunnen posten in een private chatgroep. Dat is wel echt heel absurd. En daarvoor wil men mij dus nu 1 jaar gaan opsluiten, 1 jaar weghouden van mijn bedrijf. En ik heb personeel om te betalen, facturen om te betalen, ik heb een gezin om te onderhouden. En daarvoor geeft men mij dus nu zo'n straf. Ja, ook valt het mij op dat wanneer je jouw naam googelt, dat er heel vaak extreem rechts wordt. Dat vind je terug. Hoe kijk je naar deze framing? Is het framing? Ik ben absoluut niet extreem op geen enkel vlak. En dan valt het natuurlijk wel heel zwaar om niet alleen te moeten lezen dat de media, de regime-media in België, dat die mij beschrijven als een extremist, als extreemrechts. Maar bovendien ook dat er dan in Engelstalige media, vertaald dan uit Nederlandstalige media, staat dat ik denying the Holocaust, gun law breaches, zaken waar ik absoluut niets mee te maken heb gehad, absoluut me nooit aan heb bezondigd, die nu aan mij worden gelinkt en die mij heel veel kansen ontnemen in het leven. Zowel op persoonlijk vlak als op politiek vlak als in het bedrijfsleven. Dat valt heel zwaar. Ja, ja, we zagen net emeritus hoogleraar rechten Boudewijn Bouckaert. En bij ons in de uitzending zei hij dat er een pervers belang ook is om op deze manier politici met een onwelvallige mening uit de politiek te zetten met deze straf. Soms word jij ook als een symbool of een soort martelaar neergezet in de internationale media van de aanval op vrijheid van meningsuiting. Hoe zie jij dat? Ik denk wel dat dat klopt. Hè. Men wil, het Belgische regime wil van mij een voorbeeld maken, een voorbeeld stellen en ervoor zorgen dat al die jongens en meisjes in Vlaanderen en Nederland en ver daarbuiten zien dat als je vreedzaam activisme voert, zoals ik de afgelopen 7, 8 jaar heb gedaan, dat je dan in de cel kan eindigen. Men wil eigenlijk op die manier iedereen verplichten om het narratief van de mainstream media te gaan volgen. En ik vrees zelfs, en dat is nog perverser, dat men op die manier het vreedzaam activisme onmogelijk wil maken en dat men dan eigenlijk vanuit het regime hoopt dat er ooit eens iemand uit frustratie wanhopig zal worden en tot geweld zou kunnen overgaan, wat natuurlijk verschrikkelijk zou zijn. En dan kunnen ze dat gebruiken als een soort pervers excuus om politieke dissidenten nog meer te gaan vervolgen. Ja, helder. Je noemt het consequent een regime. Wat is jouw definitie daarvan? Wel, de Belgische overheid, de Belgische regering heeft geen meerderheid in Vlaanderen. Er is geen onafhankelijke rechtspraak in Vlaanderen, geen onafhankelijke pers in Vlaanderen. Politieke dissidenten worden letterlijk naar de celstraf gestuurd, naar de cel gestuurd. Well, if it looks like a duck, if it quacks like a duck, if it swims like a duck, it probably is a duck. Dus de Belgische regering is wel degelijk een regime en geen democratische regering. Ik denk dat het ook belangrijk is om aan te stippen dat dit zich niet beperkt tot België. Er is echt een golf van repressie gaande, eigenlijk in heel Europa. Ook in Duitsland zijn laatst 450 ambtenaren bij de federale politie aangesteld, letterlijk, om erop toe te zien dat de democratie niet ondermijnd wordt. Wat jij heel terecht zegt, dit gaat over het uitschakelen van politieke dissidentie. Het gaat over controle krijgen op over de publieke opinie. Dus het gaat over veel meer dan enkel memes of humor. Ja. Dat soort situaties worden aangewend. Een penibele juridische situatie. Dus wie ook bij ons in de uitzending is, is rechtsfilosoof en emeritus hoogleraar Paul Cliteur. Paul, welkom. Dankjewel. Ja, u heeft dit vonnis ook onderzocht. Wat valt u hier aan op? Nou, een hele hoop dingen. Ik heb inderdaad het vonnis gelezen. Ik heb ook de uitzending met Boudewijn Bouckaert gezien van, ik meen, vorige week. Het eerste wat mij eigenlijk opviel aan het vonnis, dat was dat ik het heel slecht gemotiveerd vond. Je verwacht een beetje dat er allerlei dilemma's langskomen over de vrijheid van meningsuiting. Kun je allemaal interpretaties aan geven. En dat was eigenlijk niet zo. Het was een opeenvolging van allerlei wetsteksten die te maken hebben met, inderdaad, zoals net al werd gezegd, met haatzaaien, met belediging, negationisme. En ik vond dat de rechter daar nogal een hele, ja, eigenlijk een eenzijdige interpretatie aan geeft. En helemaal ons niet meeneemt in de dilemma's, de afwegingen die hij heeft gemaakt daarin. Dus dat was het eerste wat me opviel. En dan verder viel natuurlijk op, ja, een enorm zware straf voor een opiniedelict, 1 jaar. En ik maak me, net als de vorige sprekers, ook wel wat zorgen, met name over die 10 jaar uitzetting uit de mogelijkheid om aan de politiek te participeren. Dat is nog wel heel vreemd in een democratie. Want je moet, alle partijen moeten eigenlijk kunnen dingen naar de kiezersgunst. En als je 1 partij eruit haalt, ja, dat is net als het organiseren van een wedstrijd waarbij je een aantal kanshebbers weghaalt. Ja, wat is de overwinnaar? Wat is de overwinning dan nog waard? Ja. Heeft u eerder soortgelijke uitspraken gezien in andere zaken omtrent, ja, bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting? Nou, het is wel wat er net al gezegd werd, het speelt in Nederland ook. Geert Wilders is natuurlijk veroordeeld. Dat is op dit moment de grootste partij in Nederland. En bovendien waarschijnlijk ook iemand die zijn verkiezingen gewonnen heeft. Maar die is ook veroordeeld. Hè? Ook op soortgelijke gronden. Dat had dan niks te maken met memes, maar dat had dan te maken met uitspraken. Maar die heeft niet zo'n straf gekregen van een celstraf en €16.000 boete. Laat staan dat hij zijn beroep niet meer mag uitvoeren. Inderdaad, dat zeg je inderdaad helemaal juist. Maar er was inderdaad wel sprake van. Dus ook dat men ook vreesde dat dat een hele zware straf zou zijn. Maar die is niet opgelegd. Maar we hebben in Nederland wel soortgelijke processen hebben we wel. In Nederland wordt Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie, die wordt vervolgd. Gideon van Meijeren wordt vervolgd. Thierry Boudet heeft al eens een keer een rechtszaak gehad, achter de rug gehad. Dus het is wel, het lijkt er wel een beetje op dat wat Van Langenhove net al zei, die lawfare, dus door middel van politiek optreden van de rechterlijke macht, daar lijken we wel mee geconfronteerd te worden op het ogenblik. Ja, in hoeverre is het eigenlijk zinvol überhaupt om mensen uit hun politieke functie te zetten, hun burgerrechten te ontnemen? Nou ja, helaas zou het wel eens effectief kunnen zijn. Maar de vraag is natuurlijk of het een moreel geoorloofd middel is dat de staat zich zou bedienen van processen om bepaalde kanshebbers om die eigenlijk uit de race te halen. Dat is eigenlijk misschien wel het beste. Hè? Het is, de politiek, dat is toch een race tussen allerlei kanshebbers. En wanneer je bepaalde mensen uit de race haalt en ook dan nog niet voor 1 of voor 2 jaar en dan ook niet gekoppeld aan een partij, maar aan een bepaalde persoon. Ja, wat is dan straks nog een eventuele overwinning van een andere partij waard als je weet dat niet iedereen aan het politieke proces heeft kunnen meedoen? Maakt u zich ook zorgen om de politiek, om de maatschappelijke gevolgen, mocht deze uitspraak doorgang vinden? Ja, ik ben natuurlijk bang dat die Belgische uitspraak, als die niet wordt gecorrigeerd, een hoger beroep, wat ik overigens wel verwacht. Maar goed, als dat niet zou gebeuren, dan maak ik me natuurlijk ook wel zorgen voor Nederland. Nou is wel zo dat ik heb wat geleerd over het Belgische recht. In Nederland hebben we dus niet die criminalisering van het negationisme, van die holocaustontkenning. Maar verder lijken die Belgische wetten wel erg op de Nederlandse wetten in het wetboek van strafrecht, die ook opiniedelicten zijn en die dus ook het aanzetten tot haat, het aanzetten tot discriminatie, het aanzetten tot geweld en belediging van bepaalde groepen mensen strafbaar stellen. En dat allemaal in zulke ruime termen dat je denkt, ja, het hangt er maar vanaf hoe een rechter daarmee omgaat. En ik denk dat rechters met verschillende politieke achtergrond kunnen daar een hele verschillende duidingen aan geven. Dat zijn dus allemaal niet zulke eenduidige zaken. Ja. En ik zou het wel bedenkelijk vinden als met name wanneer de politici van de rechterzijde van het politieke spectrum, wanneer die op deze wijze zouden kunnen worden uitgeschakeld. Ja, Dries, hoe zie jij dit? Waar het daarmee eens is, schept een heel gevaarlijk precedent. Als men mij kan veroordelen op basis van humor van andere mensen in een privégesprek, ja, dan kan men werkelijk iedereen gaan veroordelen. En de volgende stap is uiteraard een veroordeling of het verbieden van het Vlaams Belang. Men is nu in het federale parlement in België al bezig aan nieuwe wetgeving om in eerste plaats de financiering van het Vlaams Belang droog te leggen en om in de tweede plaats het Vlaams Belang te verbieden. Nochtans, de grootste partij van België, de partij die de komende verkiezingen gaat winnen, het land mogelijk in een andere plooi kan leggen. En die wil men dus gewoon uitschakelen. Kan je dan nog van een democratie spreken? Ik denk het niet. Ja. Heb jij overigens ooit zelf zoeksoorten memes gedeeld? Nee, dat heb ik niet gedaan. En wie er het vonnis op naleest, en jammer genoeg hebben veel journalisten dat niet gedaan, maar die zal ook zien dat de rechter zelf toegeeft dat ik persoonlijk niets heb gezegd. Dat kan worden gecategoriseerd als haatspraak of zelfs geen memes, geen humor, niets. Maar men zegt dat ik te weinig heb gedaan om anderen ervan te weerhouden om zulke memes te gaan posten. Dat is wel heel ver gezocht en een heel gevaarlijk precedent. Ja, Huip, hoe zie jij dit? Ja, de vrijheid van meningsuiting, dat is in deze tijd denk ik het meest gebruikte frame, het meest gebruikte credo. Dat staat enorm onder druk. En ja, dat wat jou nu overkomt, Dries, dat is natuurlijk voor jou persoonlijk heel tragisch en voor de mensen om je heen. Ik kan me zo voorstellen dat die emotionele druk enorm moet zijn. Ik denk wel dat het een gevolg is van een ontwikkeling, een collectieve ontwikkeling, politiek gezien, maar ook mentaal gezien bij de mensen. We hebben het begrip van wakker worden. Ik hoop dat deze situatie, en ik gun je het beste om ook deze discussie overal te blijven voeren, om te kunnen opkomen voor wat je vindt en wat je denkt. Ik hoop dat het bijdraagt aan een bewustwording bij heel veel mensen die nog steeds maar een klein deel van de media volgen en geloven. En wij gaan het zo meteen hebben over die framing. Ja. Dus los van het feit dat het heel vervelend is voor jou, ik wil je niet tot martelaar maken. Maar er zullen meer situaties ontstaan. Meneer Cliteur had het al ook over de FVD-partijleden. Het is nodig, denk ik, in deze tijd om bij de mensen de ogen open te laten gaan dat de democratie enorm onder druk staat en dat we neigen te ontwikkelen naar een totalitaire staat. Ja. Meneer Cliteur, in hoeverre gaat dit vonnis ook impact hebben op de manier waarop wij met activisten en politici omgaan? Nou ja, politici hebben we het eigenlijk al een beetje daarover gehad. Activisten ligt in het verlengde daarvan. Maar een punt wat denk ik nog niet zo veel aandacht heeft gekregen, dat is wat dit betekent voor de universiteit. Het probleem is natuurlijk ook dat deze acties van die groep die die memes heeft gedeeld, dat is al 6, 7 jaar geleden, dat is lang geleden. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook die uitspraken gelezen natuurlijk. Ik vond ze niet grappig. En dus het is zwarte humor misschien. Maar misschien ben ik ook een beetje te oud voor om ervan te kunnen genieten of te kunnen waarderen. Dat zou allemaal kunnen. Maar het lijkt mij in ieder geval iets wat een beetje hoort bij de cultuur van de studentencorpora. Je hebt er hier in Nederland allemaal discussies over wat studenten onderling doen. Dat zijn soms ook een beetje grove dingen. En dat past een beetje in een bepaalde studentencultuur. Maar we zien nu ook dus dat ook de Universiteit van Gent zich heeft gevoegd bij deze procedure. En ook, als ik het goed heb, is meneer Van Langenhove ook veroordeeld tot 500 euro boete aan de Universiteit van Gent. En daarvan wordt dan gezegd dat het daarbij gaat om reputatieschade. Ook dat is een interessant precedent en ook een eerlijk gezegd... Is dat correct? Ja, klopt. En dat is ook iets heel absurd natuurlijk. Ik zat in de Universiteit van Gent in de Raad van Bestuur. Ik heb daar jarenlang mee ingezet als vrijwilliger. Ben verkozen geraakt als eerste rechtse student in die Raad van Bestuur ook. En men heeft mij daar buiten gegooid net voordat ik mijn masterthesis heb kunnen afwerken en dus mijn studies had kunnen afwerken. Ik ben aan de eerste rechtszaak begonnen tegen de universiteit. Die heb ik gewonnen. Daarna zijn er nog verschillende andere rechtszaken gevolgd. En nu uiteindelijk moet ik zelfs aan de Universiteit van Gent geld betalen voor zogezegde reputatieschade, terwijl ik niets verkeerd heb gedaan. Ja, tot slot, meneer Cliteur, hoe moeten we naar dit vonnis kijken de toekomst in? Nou ja, het is allemaal nogal zorgwekkend. En het laatste punt wat ik dan nog even wilde aanvullen op die reputatieschade. Kijk, als jij dus een bepaalde bestuursfunctie aanvaardt binnen zo'n universiteit, en die universiteit zegt dan later, ja, u heeft nu dingen gedaan waardoor wij reputatieschade hebben opgelopen. Ja, dan kun je je afvragen, wat betekent dat voor de rest van het academisch personeel? Het betekent natuurlijk ook dat je als hoogleraar of als docent, dat je dingen kunt zeggen waar men over 5 of 10 jaar van zegt, ja, dat zijn we het eigenlijk helemaal niet mee eens. En daardoor heeft de universiteit reputatieschade opgelopen. Omdat u dat hebt beweerd in colleges of in bestuurlijke functies. Dat geeft een hele onzekere situatie. Want het academisch onderzoek moet natuurlijk in beginsel vrij zijn. En onbekommerd. En je moet je kunnen wenden aan het zoeken naar de waarheid. En niet bevreesd te hoeven zijn voor de consequenties die je later nog eventueel zult ondervinden. Misschien ook zult ondervinden op basis van vergissingen. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat ook Van Langenhove nu zegt, ja, als ik dit nu allemaal had geweten, had ik het misschien wel anders gedaan. Dat kan. En dat is met wetenschappelijk onderzoek ook zo. Je opvattingen veranderen ook in de loop van de tijd. Ja, voor zover de universiteiten als plek van vrij denken en discussiëren. Hartelijke dank, meneer Paul Cliteur. Graag gedaan. Ja, Dries, nog even voor mijn nieuwsgierigheid. De mensen die daadwerkelijk de memes hebben gepost, zijn die ook vervolgd? Nee, de meesten niet. Degenen die uiteindelijk vervolgd worden zijn voornamelijk ikzelf dan en een aantal mensen die actief zijn als medewerker of mandataris bij Vlaams Belang. En dat duidt er toch nogmaals op dat het hier werkelijk gaat om een politiek proces. Dat men echt een precedent wil scheppen dat als je oppositie voert tegen het Belgische regime, dat je dan vroeg of laat in de gevangenis verzeild kan geraken. Dus heel gevaarlijk. Ja, je gaat dus in hoger beroep. Hoe schat je je kansen in? Ik ga zeker en vast in hoger beroep, want ik heb, zoals ik al zei, niets misdaan. Ik schat mijn kansen toch net iets hoger in hoger beroep, omdat het toch iets neutraler en objectiever zou moeten zijn. Je moet weten dat de rechter die mij deze keer heeft veroordeeld een echte regimerechter is die op een illegale manier op ons proces is gezet. Want in België moet je normaal gezien een willekeurige rechter krijgen voor je proces. Het kan niet zijn dat een rechter zomaar kan kiezen of hij wel of niet jouw dossier opneemt. Maar dat is in mijn geval niet gebeurd. Men heeft echt deze rechter geselecteerd omdat men wist dat het iemand is die trouw is aan het regime. Een zeer linkse rechter waarvan men echt wist dat hij mij zeer zwaar zou veroordelen. En ik hoop dat ik in hoger beroep een eerlijke kans krijg. En als ik die kans krijg, dan zal het dossier mij zeker en vast vrijpleiten. Ja, we houden het met belangstelling in de gaten. Dankjewel, Dries.